ik werd net bij mij aangebeld. En ik krijg deze twee pakketjes binnen. Super tof dat je kijkt naar gewoon een nieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. Snel lekker aangekleed. Maar ik ga dadelijk zo meteen in bellen. Dan ga ik gelijk even opnemen. Dus, maar ik ben net wakker. En ik ga nu even lekker koffie zetten. Editen. En voor de rest zie ik wel. Zo, ik kan echt moeilijk vloggen. Ik ga nu editen. Ik ga nu in ieder geval editen, koffie zetten. En voor de rest zie ik wel. Echt, mijn telefoon niet te vloggen is gewoon totaal niks. Ik heb dat snel mogelijk met mijn wat ik besteld heb, binnenkomt. Dus mijn camera. Dus we gaan het even zien. Ik ga in ieder geval even koffie zetten. En dan ga ik lekker. En dan ga ik lekker koffie drinken en dan lekker wakker worden. Ik heb net lekker koffie gezet en ik ga het lekker nu nog steeds klaarmaken. En ik ga zo meteen nog naar de winkel. Dan moet ook even gebeuren. Oh, ik heb hem nog niet helemaal aangezet. Maar oké, niet duidelijk genoeg denk ik voor het koffieapparaat. Maar dan ga ik nu even zetten. En dan moet het even warm worden. Maar ja, dan ga ik dadelijk even lekker koffie zetten. En dan ga ik ook nog naar de winkel, want het moet ook even gebeuren. Dus eten van de zondagavond. Zondag is, als het goed is, de winkel allemaal dicht. En dan ga ik maar dadelijk halen. En laten we dat dadelijk ook sowieso doen. En ik zie dat ik niet zo lang kan vloggen met mijn camera. Want ik zie op de timer 6 minuten staan. Dus maar ja, dat ga ik wel fixen voor jullie. En dat komt helemaal goed. Zo, de koffie wordt gemaakt. Ik zie wel dat ik wat langer kan vloggen dan normaal. Maar nu al 7 minuten. Maar dan ga ik nu, ik ben lekker koffie aan het maken. Dan ga ik lekker verder aan maken. Oh. Hou ik net te vroeg onder vandaan. Oh, slim van mij. En wat is het heerlijke prachtige weer. En wat is voor mij even wennen om nou met mijn camera, met mijn telefoon te vloggen. Ik ben eigenlijk helemaal niet gewend aan. Maar ik ga denk ik een paar dingen even om mijn telefoon even verplaatsen naar mijn geheugenkaart. En laten we dat even doen. En dan ga ik lekker van de zon genieten ook. Mijn vlog zit in de render. Dus dat betekent trouwens dat de andere rolgordijnen open kan. Dus dan ga ik lekker mijn muziekje aan. Ik ga even kijken hoe warm het buiten is. Ik hoop dat het lekker weer is buiten. Rol ik helemaal open. Ik ga even buiten voelen. Nou, het is wel lekker. Dus ik ga gooien even denk raampje open. Maar ga ik eerst even dicht doen, want dat ga ik dadelijk doen. In ieder geval wel rolgordijnen helemaal open. En dan ga ik lekker een bakje koffie drinken. En dan lekker naar de supermarkt toe. Zoals jullie weten is mijn camera kapot gegaan. Maar wat ik eigenlijk ook wil zeggen is, wat heb ik hier hele mooie beelden geschoten. Wat heb ik allemaal geschoten? Dat ik in tijdschrift Markant sta. Deze camera heb ook in Markant gestaan. Ik moet even wennen aan waar ik mijn telefoon te volgen. Ik kijk de hele tijd gewoon in de beeld. En ja, ik heb echt heel veel dingen meegemaakt met deze camera. Hele programma van net even anders achter de schermen. Deze heeft dat gedaan. En wil ik deze camera sowieso mee bedanken. Daar ben ik veel echt trots op. Maar jullie kunnen ook verwachten dat binnenkort gewoon weer mijn camera vloggen. Jullie moeten hier even een tijdje mee doen. Maar wat ik heel mooi vind, ik heb een keer voor eerst met deze camera gevlogd. En toen kreeg ik al reacties van, wow, wat is je beeldkwaliteit goed. Dus, en ik zie ook een verschil tussen, ik zag sowieso heel verschil tussen mijn telefoon en deze beeld. Dat hebben jullie waarschijnlijk gisteren gezien, toen heb ik met deze gefilmd en mijn oude telefoon. En daar zag je best wel veel verschil aan. Dus, heel raar om te zien. En dan ga ik nu maar dadelijk naar de winkel om lekker boodschappen te even dingen te halen. Ik heb nu een raam openstaan, heerlijk. Oh, dit is het lekker. Maar, ik ben naar de winkel gegaan. En toen vroeg een man, ging naar huis toe weer lopen. Vroeg een man, zou je blos bloemen willen hebben? Ik zeg, ja, prima. Gratis blos bloemen. Oké, dat is één. En daarna kwam er nog,
kwamen mensen hier aan de deur, kwamen bloemen brengen. Blok 2. En toen zei ik van, er is nog hiernaast, er woont niemand. Dan heb jij nog extra bloem. Blok 3. Dus totaal, letterlijk, 3 bosbloemen hier liggen. Hoe geweldig is dat? Wauw. Ik zei, mijn begeleider belde me net ook van, als het goed is staan nu mensen voor de deur om voor met je bloemen. Moet je maar eens voor de deur kijken. Gedaan, nog er toen niks. Maar toen werd er aangebeld en toen had ik bloemen. Dus, maar het is echt wennen om niet met deze camera meer te vloggen. Dan moet je echt heel erg helemaal aan wennen. Maar ik vind het ongelooflijk mooi dat ik die heb gekregen. En ik kreeg een appje van Sanne of ik gisteravond een kaartje heb gekregen. Nee. Maar ik ga een uur of vier, tussen 4 en 5 ga ik weer even naar beneden. Ga kijken of ik iets in mijn postvak heb. En ze had tegen mij al aangegeven, er kan 2 à 4 werkdagen duren. Dus, maar ja. Ik ga morgen even kijken en dan is het dinsdag of ik binnen heb of niet. En ik ga wel zien wanneer die binnenkomt. Maar dan ga ik nu even lekker genieten, lekker op de vensterbank. Lekker van het weer. Het is even wennen voor mij, al een hele tijd geleden heb ik dat niet gedaan. Echt, een jaar geleden alweer. De knijters. Ga ik nu lekker hiervan genieten. Ik hoop dat jullie ook van geniet. Dus... ja, ik weet echt niet wat ik met... ik weet zeker dat het niet gaat lukken om deze 3 bloemen levend te houden. Ben ik wel benieuwd. Kunnen jullie dat? Ik kan het echt totaal niet. Ik kan niet met 3 bloemen verzorgen. Echt niet. Bij mij zijn ze zoveel dagen dood. Om zo te zeggen. Echt, bij mij overleven ze nooit. Ik ben benieuwd of ze bij jou wel overleven. Maar ja, dan ga ik lekker van een zonnetje genieten. En dan ben ik hoe we met die bloemen gaan doen. Ik werd net bij mij aangebeld. En ik krijg deze 2 pakketjes binnen. Met mijn naam erop. Natuurlijk, zoals jullie hebben gezien, ben ik 12 april jaren geweest. Ik ben benieuwd wat erin zit. Ik ga eerst even die kaart openmaken. Oh, ben benieuwd. Ah, leuk. Leuk. Helaas, een cadeau komt zeker als het weer helemaal oké is. Ondanks deze situatie, van harte gefeliciteerd met je 25e verjaardag. Een bijzondere dag of na andere 25 jaar erbij. Heel veel liefst, gezondheid en mooie jaren. Liefst Dirk. Liefst een knuffel Dirk en Glenda. Ah, in ieder geval, kijk hoe leuk deze kaart dit is. Dankjewel Glenda en Dirk. En er zit wat hierin. Ik ben benieuwd. Dan gaan we daarmee beginnen. Heel leuk ingepakt trouwens Glenda. Dus ik denk dat Glenda het ingepakt heeft. Ik kan sowieso zien aan die plakband al. Dat is 1. Ik probeer het heel netjes open te maken. Ik weet niet of jullie dat hebben. Zij hebben heel verschillende mensen. Eentje gaat helemaal ruig. Even ze openmaken. Oké, ik sport ook niet af en toe. Maar oké. Kijk hoe lekker. Die is morgen op. Weet ik 100% zeker. Dankjewel Glenda en Dirk. Deze leuke lekkere cadeau. Hier ga ik zeker van genieten. Dat weet ik 100% zeker. En ja. Het was wel onverwachts, maar dan ga ik nu even lekker muziekje luisteren en ja, wat we dan even doen. En deze ga ik een plekje geven. Ik spaar alle kerstkaarten. Ik spaar alle verjaardagskaarten, zoals je gezien hebt, hier ook eentje van een kijker. En deze ga ik sowieso, ik vind het altijd leuk om alle kaarten te bewaren. Ik weet niet of jullie dat ook doen, ik doe altijd dat wel. Zo, ik ben nu maar lekker eten aanmaken voor vandaag nu. Want het is nu al 7 uur bijna. En ik moet nog eten, want ik heb even net ervoor geweest. Lekker even met Rick zitten praten. En ik ben even naar beneden gelopen
voor post te kijken en ik heb post. Dus die ga ik even aan jullie laten zien. Voordat ik ga eten. Want het staat hier, ligt nu om mijn schoen. Dus, dan ga ik nu even laten zien wat het is. Ik heb even toevallig net een vestje aangedaan omdat ik koud had. Een kaart gekregen van mijn vriendin, Sanne. En staat op happy birthday, heel veel plezier en hugskus. Enzovoort, enzovoort. Op jouw verjaardag. Cheers op jouw verjaardag. Staat van harte gefeliciteerd. Piep, hoera. Sanne is jarig. Proost en fijne dag. Happy birthday to you. Groetjes, je vriend lief. Dus schat, dankjewel voor deze kaart. Kan ik weer een kaart bijhouden. Wat ik alleen niet snap, maar kan Sanne niks aan doen. Er zit wat hierin. Deze kreeg ik al uit de brievenbus. Heel moeilijk geopenmaken. En dat zie je hier. Ja. Die kreeg ik echt heel moeilijk open. En mensen, ik krijg heel moeilijk uit. En dan ga ik laten zien wat erin zit. En dan denken jullie van, huh? Oké. Maar ik denk dat mijn vriendin er ook hetzelfde van zegt. Wat zit erin? Dat is... chocola. Die ga ik lekker van smullen. En ik heb er nu al trek in. Maar, daar ga ik niet aan eten. Ik ga eerst lekker even normaal eten. En daarna, misschien vanavond laat in de avond ga ik er even van snacken. Dus ja, dan ga ik er lekker nu even normaal eten. Al is het nu een beetje laat, ga ik nu maar even aan eten. Ik had gezegd natuurlijk dat ik deze chocola ook van Sanne heb gehad. Is niet zo. Want ik heb die doos goed bekeken en toen zat er nog een kaart erbij. En dat was deze kaart. En staat erop: lieve Sanne, van harte gefeliciteerd met je 25e verjaardag. Zodra het weer kan en mag, komen wij je echt een dikke knuff geven en gaan we je verjaardag alsnog vieren met een lekkere etentje. Voor nu, blijf gezond. Kus, kus, kus. Veel liefs. Jan en Yvonne. Dus mijn moeder. Dus ja, ik had een foutje gemaakt. Want ik zag later. Ik zat goed te kijken. Huh? Ik zie ineens een kaartje. Ik zag die kaartjes ineens zitten. Dus ja. In ieder geval mama, bedankt voor deze kaart. Dus ja, dat was het dus. En mijn moeder zei al tegen mij, bellend: heb je toevallig post binnen gehad? Ik zeg nee. Hoezo? Ben je langs geweest dan? Nee, gewoon een vraagje. Dus blijkbaar dat mijn moeder ook een kaartje had gezet vandaar. En ik ga zo meteen hier niet eens laf kijken, dus ga ik dat lekker doen. En voor de rest zie ik wel. Met een lekker raampje open en muziekje aan. Heerlijk. Zo, ik ben nog wakker. Het is al 1 uur geweest. En ik ga nu lekker maar slapen. Wat ik net helemaal gedaan heb, is eigenlijk Sanne Hoogendorp zitten kijken op YouTube. Want die geeft live show, live disco. Daar heb ik even naar gekeken. Was super mooi om te zien. Nu ga ik lekker mijn bedje in. Want het is al 12 uur geweest. Dat betekent dat voor mij nu eindelijk het gevoel is dat ik 25 ben geworden. Vierde zin al toen ik ook al ben geweest. Natuurlijk is van jullie nou woensdag. En voor mij is het nou zondag. Ik hoop jullie alsnog. Ik wil jullie in ieder geval allemaal, nu die je op bericht hebben al achtergelaten, allemaal bedanken voor de lieve berichten van felicitaties. Ik heb ervan genoten. Het is alleen een anders verjaardag dan normaal. Ik voel het al wel gelijk, want de afspraak, we hadden al dingen gepland. Ik heb al dingen al gepland. Mijn planning was eigenlijk zaterdag, vrijdag zou Sanne komen. Zaterdag zou ik een feestje geven met het hele team net even anders. En zondag, ja, eigenlijk als we naar zondag zouden toe gaan, ja, dat was al waar gewoon. Ja, het is even anders dan normaal. Het is even wennen voor mij. Maar dat stond in de planning, maar dus helaas is de planning niet doorgegaan. Maar ja, beter dan veiligheid vind ik al zeer, moet ik zeggen. Maar, dat treur niet. Het komt allemaal op. Onderwijl goed, we gaan het al mooi overdoen, hopelijk. Dus ik kijk er wel naar uit. Ik ga sowieso, mijn planning is om het over te doen. En ik neem natuurlijk jullie dan allemaal mee om mijn verjaardag dan.
Maar deze verjaardag, nee, is een beetje anders dan normaal. Maar ja, het is niet anders. Dus laten we maar nu maar lekker bedje gaan. Dus ga ik gelijk vloggen afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog allemaal leuk hebben gevonden. En alsnog met deze vlog iets leuks heb van gemaakt. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zo tof zeg als je beneden abonneert. En de toffe reactie hier beneden achterlaat. En dan zeg ik alvast veel kijkers een gewoon heel vlog. Om 1 uur. En dan zeg ik hierbij later. Maar door dit gedoe, door deze crisis, moet ik eerlijk toegeven, heb ik helemaal geen zin meer om te werken. Helemaal totaal. Normaal.